Welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In deze video laat ik u zien hoe u radiozenders kunt programmeren in het MBUX Mercedes-Benz User Experience systeem. Om bij radio te komen, kunt u de knop radio gebruiken. Die vindt u naast het touchpad. U kunt ook zeggen, hey Mercedes radio, of via het hoofdmenu naar radio toe gaan. Als u eenmaal in radio zit, zoals hier, dan ziet u dat hij nu op een radiozender staat. U kunt dan ook radiozenders kiezen door van links naar rechts te swipen. Dat doe ik met de touchpad in dit geval. U kunt er ook op de touchpad drukken in het midden of op de button op het stuur. Als u dat doet, krijgt u een lijst op alfabetische volgorde van alle zenders. Dus zeker omdat het op alfabetische volgorde is, is dit eigenlijk de handigste manier om zenders te vinden. Ja, we gaan even terug met het pijltje. Op het moment dat u een zender wil opslaan, dan kunt u, u ziet hieronder eigenlijk een balk met plusjes. Als u even op zo'n plusje drukt, dan pakt hij gelijk de zender die daar als tegel groot wordt weergegeven. Dus ik heb nu NPO Radio 1, DAB in dit geval, digitale radio, opgeslagen op nummer 1. Wil ik nou de volgende zender doen, dan ga ik eerst naar boven. Dan pak ik NPO Radio 2 bijvoorbeeld. Dan kan ik ook naar beneden met de touchpad. Dan druk ik op plus en dan heeft u NPO Radio 2 op nummer 2 opgeslagen. Nou, stel dat u wat verder in de lijst wil, dan kunt u erop drukken. Zodat u makkelijk op alfabetische volgorde bijvoorbeeld naar de S van Sublime FM kunt gaan. Ik noem maar wat. Dan drukken we erop en dan gaat u weer naar beneden. Dus dat doe ik door de touchpad naar beneden te swipen. En dan gaat u naar nummer 3 en dan slaat u het op. Op deze manier kunt u radiozenders makkelijk opslaan. Er zijn nog wel wat functies die handig zijn om even te vermelden in radio. In dit geval is het een DAB radio, normaal is het FM. DAB radio, als dat niet aanwezig is in de auto of fabriek, dan kunt u dat via de Mercedes Me Portal tegen betaling via de lucht in de auto krijgen. Dus u kunt inloggen bij mercedesbenz.nl in de Mercedes Me account. Dan gaat u naar uw voertuig en via uw voertuig komt u in de webshop van Mercedes Me. En daar kunt u dan kiezen voor DAB radio. Als u dat heeft betaald, wordt dat via de lucht geactiveerd. Dus alleen als u FM heeft en nog geen DAB radio af fabriek. Ik zal niet te ver op deze informatie ingaan, maar u kunt bij sommige auto's, ook de wat nieuwere generatie, kunt u op het hoofdmenu drukken. En dan zit er ergens een Mercedes Me shop. Zo kunt u het ook in de auto doen, maar bij deze B-klasse is dat helaas nog niet het geval. Hierboven ziet u ook nog AM. Nou, u weet zelf al denk ik wat dat betekent. En u ziet Tune In Radio. Tune In Radio, als u daarop drukt, dan ziet u geen databundel beschikbaar. Tune In Radio is eigenlijk een betaalde app. Op uw iPhone of uw andere smartphone kunt u Tune In Radio ook vinden in de App Store of de Play Store. Het is een betaalde app. U kunt hem ook gratis gebruiken, maar als u een playlist en dat soort dingen wil maken, moet u betalen. En dan kunt u radiozenders van over de hele wereld luisteren. Ook in bepaald genre. Nou, bij Mercedes-Benz krijgt u die app in principe gratis. Alleen hij doet het nu niet omdat er geen databundel aanwezig is in de auto. Dus de auto kan wel voor bepaalde functies zoals spraak of navigatie, kan die wel online zoeken gratis om bepaalde informatie op te halen. Maar er zit niet echt een databundel in uw systeem om echt op internet te kunnen. Nou, u kunt weer via de Mercedes Me Portal, de mercedesbenz.nl inloggen. Kunt u naar de webshop. En dan kunt u daar, of via de diensten, sorry, kunt u een databundel kopen. Dan komt u uit op een Vodafone website via de portal. En dan als u die databundel heeft aangeschaft, dan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van TuneIn Radio. Dus dan kunt u wereldwijd radiozenders luisteren. Is leuk. Verder ziet u hier beneden nog wat dingetjes. Eén ervan is de instellingen. Als u daarheen gaat, kunt u nog even wat spelen met de lage tonen, hoge tonen en dat soort dingen. Balans en fader en eventueel volume aanpassingen. En nog wat algemene mogelijkheden. Nou, dit was het even een korte uitleg over het radiosysteem in MBUX. Ik hoop dat u veel plezier heeft van uw auto en wens u een hele fijne dag.